We zijn vandaag op het schoolplein van de openbare basisschool De Vlonder in Wedde. Met een donatie kunnen wij onze pannenkooi realiseren. Wat voor de kinderen hartstikke leuk is, maar ook voor alle andere kinderen in het dorp. Aangezien ze hier verder eigenlijk geen plek hebben om te spelen. Jullie kunnen wel zien, het veldje ligt echt troosteloos bij. Het is hobbelig, modderig, de wortels komen erdoor. Kortom, het is eigenlijk helemaal niks. Waar ik van bal van het veld is eigenlijk gewoon geen gras. Als het regent, dan ligt er allemaal modder en dan liggen er allemaal plassen. Die plassen gaan heel snel weg. Die gaan ook over een weekje, dan zijn ze pas weer weg. Ik baal ervan dat het hier zo hobbelig is door al die boomwortels. We weten precies hoe onze perfecte pannenkooi eruit moet komen te zien. We dromen namelijk van dit veldje met de veilige boarding eromheen en een mooi kunstgras in plaats van dit troosteloze veldje hier op het schoolplein. Deze kids willen dolgraag voetballen in een nieuwe pannenkooi. De stem op Wedde! Yeah!